Topspeed wordt mede mogelijk gemaakt door GinoB.com en State of Art Menswear. Welkom bij Topspeed, bij ongetwijfeld een hele leuke aflevering van Topspeed. Want wat ga ik vandaag doen? Ik ga driften. En dat doen we op een speciaal geprepareerde baan met een aantal driftauto's die klaarstaan voor ons. En ik wilde net zeggen, dat ga ik doen met mijn grote vriend Mental Tio. Dit is niet leuk. Waarom niet? Jij nodigt me uit om te gaan driften. Ja. Er rijdt een gierauto op de baan. Ja, Theo. Twee grote zooien. Maar... En ik word vandaag gewoon weer genet. Ik ben ooit eerder in het programma geweest, dacht mensen thuis. En ja, toen werd ik ook al vreselijk genaaid natuurlijk. Maar vandaag moeten we gaan driften. Maar jij woont toch op boerenland? Kijk, dan ben je dit toch gewend? Een gierauto op de baan. Dan ben je dat toch gewend? Ik denk, ik laat je thuis voelen. En ik voel, over voelen gesproken, ik voel nu al aan dat hij kan driften en ik vandaag de lul ben. Heb jij dit al eerder gedaan? Nee, ik heb nog nooit echt officieel gedrift. Officieel? Officieel. Wel op de openbare weegauto een keer een klein slipje zo. Maar ik zal eerlijk toegeven, ik ben nu echt wel een beetje zenuwachtig. Want ik denk dat ik vandaag voor het eerst in mijn leven ook voor jou ga verliezen met zeg maar, race. Voor het eerst in je leven. We hebben wel eens wat dingen gemanipuleerd ja, natuurlijk. Ja, precies. Ik hoop dat je dit nou eens een keer eerlijk gaat doen. Want dan heb je een eerlijke kans om te verliezen. Ja, maar dit kun je niet oneerlijk doen. Dit is gewoon dadelijk in een auto stappen en dan drift het rond. En dit gaat mis. Maar we krijgen eerst les en dat krijgen we van Nederlands driftkoning Olaf Komijs. Goedemiddag heren, welkom op deze driftdag. Wat gaan we hier doen? We gaan hier leren driften. Ik zal ons eerst eens even voorstellen. Mijn naam is Olaf Komijs, Benelux driftkampioen. 2006 alweer geleden, dat is alweer een poosje geleden. Hier naast mij hebben we staan mijn teammaat Lennart Wander. Daarnaast in de rode jas staat Paul Vlasblom. En daarnaast hebben we onze oudere teammaat Tom Coronel Senior. Dat begint goed met hem, Tom. Ik zou hem op zijn flikker geven straks. Oh jawel, ik weet waar de handrem zit. Wat is driften? Driften is zo dwars mogelijk door de bocht heen gaan. Driften is gecontroleerd een bocht nemen door je zijruit heen kijken. Dat gaan we hier vandaag leren. Je zult merken dat dat niet zo makkelijk is. Dat daar een aantal minuten, uurtjes, soms wel dagen overheen gaat voordat je het goed beheerst. Dagen. Weken mag dat ook voor hem? Voor hem zeker, weken. We kennen zijn racehistorie, dus... Zo, die zit. Vandaag gaan we in twee, drie verschillende auto's rijden. We starten met de BMW 325i. Deze auto's hebben 192 pk. Hè, dat is leuk om mee te beginnen. Wat deze auto's ook hebben is een spare differentieel. Dat is wel een must om te hebben op een auto om mee te gaan driften. Na de BMW'tjes komen jullie bij deze auto. Dit is nou een Skyline R34. Deze auto heeft 500 pk. Kun je daar wat mee, Theo? Nou, als je weet waar de koppeling zit wel, Martin. Die zit ineens op de andere kant. Luister, dat gaat hij nu vertellen. Oh. Je moet gewoon blijven luisteren. Daar leer je wat van die jongen. Is dat zo? Volgens mij rij je een automaat, of niet? Er zitten maar twee pedalen in. Ja, nou, hier zitten er drie in. Vandaag wel. Het allerlinkse pedaal, dat is het koppelingspedaal. Het rechte pedaal, dat is een aan- en uitknop, zeg maar. Gas aan, gas uit. Met 500 pk wil dat ook wel. We gaan hier zo meteen op nat driften, maar je zult merken als je het op droog doet, maakt het verschil niet of je dan op nat of op droog gaat doen. Het is net seks. Ook zo snel afgelopen. In jouw geval dan. Ook zo snel afgelopen. Nou, je gaat wel even voor nodig hebben, denk ik. Hè? Je ziet, we hebben hier heel veel ruimte. Enige obstakel wat we hebben is de bunker. Martin, kijk even goed. Ik weet het zeker. Zie jij die remsporen daar? Nee, ben jij hier al geweest of niet? Die boom in jouw geval? Ja. Die mast, die sloot? Ik ga het helemaal in de gaten houden. Maar als ik achter jou blijf, kan er niks gebeuren. Toch, Olaf? Nee, want jullie gaan zo meteen nog veel driften, geloof ik. Ja. Ik ging jullie, okay. Maar luister even naar de meester. Wat zei je, meester? Dat we zo meteen ook nog gaan twindriften. Dus, twindriften? Ja. Wat is dat dan? Zo dicht mogelijk bij elkaar zien te komen. Opa. Dat gaan we leren. Als dat maar goed gaat. Ja, en gas. Meer gas. Ja? Draai je in die drift zit meer gas. Ja, want je merkte dat hij weer recht kwam, die auto. En geef eens gas. Tegensturen. Keurig. Ja, tegensturen. Gas. Gas. Ah! Je eerste bijna hele rondje, Theo.
Het is zo'n vreselijke kick nu. Geef gas, tegen. En ja, laat hem eens zingen dat gaspedaaltje. In, uit, in, uit. Ja, maar ben jij een soort Dakar-rijder? Hoe zit dit? Ja, zoiets ja. Nou, ik vind het een beetje irritant dit hoor. Het is de bedoeling dat je het nog moet leren. Met deze. Ja. Dan kun je hem met je gas niet te veel sturen. Gas, 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 gas. Ja, zet me eens goed dwars. Ja. Nou moet je geen gas doorgeven, want nou zijn we gespind. Ik zie je paars, groen. Nee, ik ben heel gelukkig. Echt waar, ik ben als een bloem die uitkomt zo. Olaf, werd hij misselijk of niet? Nou, hij zat op sommige momenten zat hij wel angstig te kijken van wat doet hij daar allemaal. Maar... Nou, ik vertrouw het in begin. Ik denk, die Roos, hij vertelt wel iets natuurlijk en ik ken hem helemaal niet. Maar de souplesse, dat deze jongen rijdt en die vaardigt in die auto met dat koppelingetje, een beetje gras erbij, een beetje sturen, een beetje terug erin. Het lijkt zo makkelijk, Martin. Maar ik heb mijn eigen privéleraar, meneer Tom Coronel. Ja, van de familie Coronel. Hoe lang doe jij dit al? Ja, ik pikte de auto van mijn vader toen ik een jaar of 16 was. Toen kon dat nog kennelijk. En nu ben je 44? Dus ja, bijna. Daar zit ik tegenaan ongeveer. En op die manier is het eigenlijk begonnen. Want als er sneeuw lag of het was nat op straat, dan vond ik alweer een vriendje. Al heel gauw een vriendinnetje die ernaast ging zitten. Dat tweede beviel me weer beter dan het eerste. Toen ik als trotse vader foto's had maken ben voor mijn zoon die zijn eerste driftcursus krijgt, met 9 jaar, gaan jullie thuis even kijken naar Martin, die is aan het trainen op zijn Paris-Dakar motor. Dat is niet altijd even makkelijk, kijk zelf maar. Dat is dan jammer. Dat is dan jammer. Hij deed het zo goed. 5 pionnen geraakt. Misschien raakt hij ons nu ook nog. Wat een patser. Hij probeert het nog een keer. Nou, daar komt hij aan. Martin Utberg, levensgevaarlijk uit, uit! Zo. Ik wil eruit. Vriend. Hey. Had je nog wat? Even één ding. Er zaten inderdaad een paar hele mooie bochten bij. Van mooie drifts, zoals dat heet. Handrem, handrem, oh, oh. Een echte coureur gebruikt zijn handrem niet. Kom maar, schat. Zo. Hoe ging het met jou? Want ik heb een paar beelden van jou. Is de eerste keer, hè? Ik heb me nederig opgesteld. Ja, ja. Ik dacht van, nou, als ik nou meteen in dit programma meteen laat zien dat ik het kan. Ja, ja, dat is ook zo, ja. Zal ik eerlijk zijn? Mm-hmm. Ik heb een te zwaar voetje. Ja, jij geeft iets te veel gas, hè? Iets te veel? Als een kanon! Hey, maar het is wel gaaf, hè? Nou, maar gewoon complimenten. Ik zag een paar hele mooie drifts van jou. Ik zie ook heel veel pionnen omliggen. Heel veel pionnen. Hey, hallo, hallo. Wacht even. Nee, wacht even. Nou, dit is het bewijs. Dit is het bewijs dat je bij televisie genept wordt. Want er liggen helemaal geen pionnen om. Je hebt ze net rechtgezet buiten, buiten de camera geen om. Geen één. Hey. Je hebt de pionnen geraakt op het andere circuit. Ja, precies. Hey, hoe is dit? Gaaf? Dit is... Ja, ik wil gewoon weer. Ja. Het is zo ontzettend mooi, heel moeilijk, heel nuttig ook voor als het ooit gebeurt op de openbare weg. Mocht je in een drift raken door regen, door dat glad is olie op de weg, en je kunt een auto eruit halen, het is echt een must om dit soort dingen naast je rijbewijs te leren. Weet je wat we doen? Jij gaat in de auto, we laten de camera lopen, we snijden niet. Je maakt nu een rondje, minimaal een rondje achter elkaar. Stap erin, doe maar.
Doe maar. Dat kan je. Je kan het, Theo. Ga maar. Schiet op de tape loopt. Nou ga je me gewoon. Het programma is maar 20 minuten. Nee, gewoon voor het blok zetten. Het programma is maar 20 minuten, dus schiet maar op. Dag Theo. Ik ga even achter dat huisje staan. Wat is nou het probleem van Theo? Zijn voetje is te zwaar. Ed, jij organiseert dit soort cursusdagen met jouw bedrijf Tendens. Ja. En nou zeg jij tegen mij dat je dit nog nooit gedaan hebt. Ik weet dat je wel goed kunt karten. Ja. Maar dit is wat anders. Dit is geweldig. Je hebt het nog nooit gedaan. Ik heb het nog nooit gedaan. We hebben al een paar keer dit soort evenementen voor bedrijven georganiseerd. Ja, vandaag ben ik toch maar een keer zelf ingestapt en het is echt heel gaaf. Ik zeg het namelijk, we hadden het namelijk nog niet op beeld, maar ik geloof er namelijk helemaal niks van. Laat eens dat zien. Nou, het leuke. Ik geloof er helemaal niks van dat hij het nog nooit gedaan heeft. Volgens mij is hij vorige week heel de week bezig oefenen. Maar om dan gelijk te gaan zitten zwaaien. Olaf, even tussen ons twee. Hoe deed Theo het? Ik ben even in gesprek, ja? Hoe deed Theo het? Theo, in het begin had hij er een beetje moeite mee. We kennen Theo allemaal een beetje als een agressief mannetje. Ja, ja. Moeilijk om zo te krijgen. In de auto. Zo! Maar ja, even oefenen en toen hield hij toch in één keer 3 rondjes vol. Wauw. Dat is hij zelf ook verbaasd over. 3 rondjes. Linksom en rechtsom, meneer Utberg. Vraag even aan mijn nieuw verworven vriend Tom hoe ik het deed, Theo. Zeg Tom. Ja, als je mijn vriend wil blijven. Nee, ja, hij heeft me wel een beetje verrast hoor. Maar kijk. In positieve zin. Je kan een beetje aan hem merken heeft dat hij... hand op je knie gelegd? Allebei. Knap, hè? Maar je kan aan hem merken dat hij iets heeft met wielen. Ja. En in het algemeen kan ik alleen maar zeggen, hij hoort bij een van die mannen vandaag die het zomaar in zijn vingers heeft in één dag. Kijk, Theo? Is tamelijk irritant. I say Olaf. No more. Irritant vond hij het. Heb je dat over Theo ook al kunnen melden? Of loop je daar tegenaan tegen? Ik denk het niet. Nee, denk het niet. Even voor de duidelijkheid. Ja. Het ging best wel leuk. Zegt hij zelf. Hartstikke goed. Het ging hartstikke goed. Het ging hartstikke maar goed. Ik roep nooit zo hard en hij wel. Maar het ging ook goed, Theo. Laten we het nog eens zien dan. Laten jullie het zien. Nou, zullen wij het dan maar eens even laten zien, jongens? Je mag het even hier over twindriften. Ja. Dat ze met tegen elkaar aan en zo. We hebben twindriften en dan hebben we ook nog groepsdriften. En laten we dat even zien hoe dat werkt. Dat is wel voor jou. Groepsdriften. Kijk, doen we straks even dat is wel voor jou. Dat doen we straks even na. We hebben thuis kunnen zien dat Martin en ik lekker aan het driften zijn geweest in BMW'tjes. 130 pk, op zich oké, maar er stonden 2 groene monsters. En er ligt zo'n blok in. Mijn god, wat is dit? Vertel ons het geheim, wat ligt hierin? Nou, wat hierin ligt is een RB26 van Nissan. De truck zit hem in 6 cilinders en 1 enkele turbo. Die levert ongeveer 500 pk, 600 Nm.
naam is Martin Utberg en voor mijn programma Topspeed reis ik de hele wereld af. Een geweldig leven inderdaad. Vanaf mijn jeugd is mijn leven eigenlijk altijd al mooi geweest, maar dat kan helaas niet van ieder kind op de wereld gezegd worden. Begrijpen zullen we kinderleed nooit. Er iets aan proberen te doen is iets wat we kunnen, nee, moeten doen. En dat is waarom de familie Gijsbers op Curaçao zich al jaren inzet voor ernstig zieke kinderen en voor kinderen die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Wij zijn ongeveer nu 17 jaar geleden, om precies te zijn 1989, op Curaçao gekomen om zorg te dragen uit een roepingsperspectief voor de kinderen, onder andere in nood en de kinderen die ernstig ziek zijn. In eerste instantie vangen wij dus de kinderen op hier in Huize Siloam die terminaal ziek zijn. Dat zijn de kinderen die dus geen levensverwachting meer hebben, die dus in eerste instantie altijd voorrang hebben die door ons opgenomen worden. Kinderherstellingsoord Siloam wonen krijgen waar ze recht op hebben. Liefde en een goede verzorging. Maar er is veel geld voor nodig. Een deel van dat geld wil ik bij elkaar gaan rijden wanneer ik voor mijn plezier 7000 loodzware kilometers ga rijden van Parijs naar Dakar. Jij kan me daarbij helpen. Ga naar topspeedtv.nl en lees hoe jij ervoor kunt zorgen dat ook voor deze kinderen de zon blijft schijnen. Niet zeggen dat je niks geleerd hebt, hè, vandaag. Ik heb heel veel geleerd. Het begon ontzettend slecht. Het ging ontzettend goed met dank aan mensen die het ons hebben geleerd. Alleen één daarvan, die dit heeft mogelijk gemaakt, die heeft gezegd dat hij dit nog nooit had gedaan en ik geloof er geen barst van. Jij hebt gewoon echt weken geoefend. Olaf, wees nou eens eerlijk. Nee. Hij is echt, ja, jij was er ja, niet bij. Misschien voordat ik hem kende deed hij het al, maar Ed, ik geloof er helemaal niks van. Oh, maar... het is natuurtalent. Ja, dat kan ook. Dat denk ik. Toch bedankt. Ja, compliment hoor. Als mensen willen dit willen meemaken, kunnen ze bij Tendens dat boeken. Tendens.nl. Uiteraard. En dan krijg je een hele dag helemaal verzorgd. Les van Olaf. Les van Olaf. Olaf, dankjewel. Ik vond het een waar genoegen. Bedankt Tom ook nog even voor me. Zal ik doen. Jullie waren goede leerlingen, moet ik zeggen. Jullie hadden vrij snel door. Dankjewel. En, ja, je ziet het op een gegeven moment in zo'n skyline, dan gaat het eigenlijk bijna vanzelf. Hè? Precies. Nou, het gaat bijna vanzelf. Nou, maar na een hele dag hard trainen, veel geleerd te hebben, moeten we weer naar huis, moeten afscheid gaan nemen. Om veilig thuis te komen, ik met de auto. Ik heb veel geleerd vandaag. En Martin gaat door de lucht. Dat is het meest veilig voor Martin. Ja, dat is het meest veiliger. Maar met de helikopter. Als je een beetje kan presenteren, bereik je dat. Dan kan je gewoon met de helikopter naar huis. Ga mee, Ed. Doe maar decadent. Hey, sluit even het programma af. Succes, hè. Ik ben je niet. Ik ben met de auto. Ja. Nou, bedankt voor het kijken naar Topspeed. Het was een leuke dag, veel geleerd. Het is een leuke afsluiter geweest, maar ik kan dus gewoon met de auto naar huis, daar de file in. Kijk nou even, meneer Utberg. Het gaat met de helikopter. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Baal ik wel van. En? Ik moet zeggen, toen de camera uitging, had je inderdaad een heel rondje. Daarvoor was het een half rondje. Het is ook nooit goed bij die Utberg. Topspeed wordt mede mogelijk gemaakt door GinoB.com en State of Art Menswear.